ik ben hier op bezoek bij TNO, hier in de vestiging Leiden. We hebben net een paar prachtige presentaties gehoord. Ikzelf en mijn collega's van Algemene Zaken. Over hoe TNO heel praktisch alle expertise in huis bij elkaar brengt. Om met oplossingen te komen voor heel veel vraagstukken. Maar ook nu aan het nadenken is wat moet in de volgende fase gebeuren. Hoe kun je bijvoorbeeld sneller testen? Hoe kun je ervoor zorgen dat wat je modelmatig berekent over hoe het virus zich ontwikkelt, dat je daar nog veel scherper in kunt sturen. En daar hebben ze weer de samenwerking natuurlijk met het OMT, met het RIVM, met alle deskundigen die we verder in Nederland hebben. En daar zie je ook echt de kracht van Nederland, hoe we al die velden bij elkaar brengen en TNO als aanmerk daar natuurlijk ook meteen geloofwaardig in is. Ik sta hier naast een waanzinnig apparaat, er zijn er twee van, waarbij ze hier, ik ben historicus, dus ik ga het heel verkeerd uitleggen, maar heel snel in staat zijn om belangrijke delen van het toekomstig medicijnonderzoek te doen. Wat anders veel meer met proefdieren zou moeten, wat veel langer zou duren, wat nu veel sneller kan. Waardoor ook medicijnen sneller naar de markt kunnen en TNO ook echt weer een niche te pakken heeft. Gewoon door vroegtijdig wetenschappelijk literatuur te raadplegen, trends te zien, daarop te investeren. En inmiddels staat er ook een tweede machine en gebruikt ze een beetje de hele farmaceutische industrie. Als ik het goed begrijp, gebruikt TNO om onderzoek te doen. Dus dat is prachtig om te zien. En dat maakt mij weer heel erg trots op TNO en op ons mooie land.